De koning Willem-Alexander zijn verjaardag in Eindhoven, waarbij de koninklijke familie langs een digitale selfie-straat liep, deelnam aan een online regio-quiz en meedeed aan een heuse e-race. Op weg naar de selfie-straat. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom, ons mooie stad Eindhoven. Gefeliciteerd. Hoe gaat het met u? Het gaat ontzettend goed met me. We gaan kijken wat het goede antwoord is. 17.553! Hey! Nou, ik heb al één keer eerder gezegd, ik ben niet fanatiek, maar ik hou niet van verliezen. Kijk, heel goed, heel goed. Links remmen. Al 130 jaar zijn wij in Eindhoven bezig met innovaties. Ja, meneer Jorritsma, u kijkt heel trots. Ja, ik had deze beelden nog niet gezien. Ik bedoel, maar ik was onderdeel van de set, om het maar zo te zeggen. We hadden een studioopstelling, hebben we dit georganiseerd. Dus ik heb eigenlijk nog geen gelegenheid gehad om er iets terug van te zien. Belangrijke dag voor Eindhoven? Ja, en niet alleen voor Eindhoven, maar ook voor de regio. We zijn een brainport-regio die zich kenmerkt door samenwerking op het gebied van high-tech. En succesvol. Dus samenwerken moet je altijd met elkaar doen. Doe je nooit alleen. En we hadden nu de uitstekende gelegenheid om ons, voor zover het nog nodig is, zou ik haar zeggen, nog eens te laten zien. Had u het bedacht op de koning? Zullen we dat in het midden houden? Nee. Goed samenspel. Goed samenspel. Samen, Jeroen. Ja. De koning zei dat hij het een goed idee vond. Maar het leek bijna alsof hij het zelf bedacht. Hij mag alles voorstellen en de koning kan het afschieten. Maar ik denk dat hij heel veel, misschien wel 90% heeft gezegd. Toppie. Top idee. Hoe was het om met deze familie de hele dag op te trekken? Buitengewoon plezierig, laat ik zo zeggen. Je hebt altijd een gezonde spanning voor zoiets. Ik ben bij jaren commissaris van de koning en koningin geweest. Dus ik heb natuurlijk veel met het koninklijk gezin en de voormalige, de huidige prinses Beatrix opgetrokken. Dus het is niet helemaal onbekend terrein voor me. Maar je merkt gewoon dat er een hele ontspannen sfeer is. Op het moment dat je begonnen bent, dan zit je samen eigenlijk in dat spel tussen aanhalingstekens. En is er een hele bijzondere interactie onder elkaar. Dan wordt er ook gelachen en we hebben met elkaar het leuke gesprek. En dan weet je weer, je gaat van stap, naar venue, naar venue. Ik moet het zeggen, ontzettend warm. En is die ontspannen sfeer, want ik heb ook gekeken. Ik vond het op bepaalde momenten ook af en toe misschien wel gespannen eruit zien. Of misschien enigszins ongemakkelijk. Maar u zegt, het was heel ontspannen. Noem eens een voorbeeld waar het naar uw oordeel gespannen was. Bijvoorbeeld in het persmoment, als er dan vragen gesteld werden. Of ook tijdens de talkshow, voor mijn gevoel. Ja. Is het dan toch een beetje, ik zie jou ook knikken. Dat was wel, ja. De prinsessen werden wel een beetje voor het blok gezet. Maar ja, het zijn al jonge meiden. En sommige vragen waren ook wel weer heel serieus. Vooral voor Ariaan, die hoorden we voor het eerst. Had ik nog nooit bij stem gehoord. Is toch weer een hoogtepunt van de dag. Ja. Dus ja, dat waren dan wel moeilijke vragen. Maar ze hebben zich prima staande gehouden. Hoewel ik natuurlijk hoopte op voorhand nog meer persoonlijke dingetjes te horen. Want je ziet ze weinig, 2 keer per jaar. En dit is dan zo'n moment dat er leuke dingen naar buiten kunnen komen. Ja.